Ik vond het een ontzettende inspirerende avond vanavond. Met name het samen zijn met de Eritrese doelgroep, met professionals. De samenwerking met elkaar om de Eritreërs een goede kans te bieden in deze samenleving te integreren en te participeren. Alle partijen die betrokken zijn eigenlijk met de Eritreërs zijn aanwezig geweest. En dat is wat eigenlijk nodig was. Het werd vandaag ook wel gezegd, hè, dat het ook goed is om niet alleen voor die doelgroep te praten, maar ook met die doelgroep te praten. Ik trof vooral veel enthousiasme aan bij andere organisaties om samen te werken. En dat was uit de reden dat ik kwam. Dus dat heb ik geleerd, dat wel degelijk organisaties willen samenwerken om zo goed mogelijk te zorgen dat Eritrese jongeren een mooie toekomst krijgen. En daarnaast heb ik ook contact gehad met een aantal Eritrese jongens die vragen hadden over werk, opleiding en wanneer ze konden beginnen eigenlijk. Dus gemotiveerd. I like to work. I don't like to wait from the government. Somebody offer now course for the make-up and the hairdresser for 3 months. I hope if I finish also, maybe I can open by myself. I can have my own business. And I'm very happy that he offered me also this chance. Ik heb een positieve reactie gekregen. Mensen zeggen tegen mij, oh, je hebt een goed verhaal verteld, dus je moet jouw beste doen. Gewoon doorzetten, weet je. Ik heb 3 of 4 telefoons van de mensen gekregen. Dus ik ga nu met de mensen contact maken voor de toekomst eigenlijk. Waar ik heel blij mee was vanavond is het initiatief om meer met elkaar samen te werken in plaats van dat het allemaal losse initiatieven zijn. Ik hoop dat iedereen gaat samenwerken. Als iedereen gaat zijn eigen gang verzinnen, dan heb je geen doel. Wat ik nodig heb is dat de kennismaking die ik heb gehad, dat daadwerkelijk gaat leiden tot resultaatgerichte afspraken. En zorgen dat er met de organisatie die nu zijn, dat wij in Den Haag een mooie organisatie krijgen van heel veel andere organisaties. Die gaat zorgen dat Eritrese jongens en meiden snel aan het werk komen. Vandaar gaan we het in feite om toekomst bouwen. I'm really happy today. Dit is goed. I'm trying.